Gordon, de spraakmakende persoonlijkheid in de Nederlandse mediawereld, is na een korte publiciteitspauze van vijf dagen weer teruggekeerd op Instagram. Zijn heropende pagina onthult echter een opmerkelijke wending. Yvonne Koldewijer, ooit een van zijn weinige bondgenoten in de showmedia, is nu geblokkeerd door de entertainer. De reden Een voortdurend conflict dat vorig jaar zomer begon toen Yvonne kritiek begon te uiten op Gordon. Deze vijandigheid escaleerde recentelijk na een vermeende roddel over een tv-reunie met Gerard Joling, waarvoor Gordon Yvonne de schuld gaf. Zijn sociale media ontplofte van woede, waarbij hij de bewering als totale fucking bullshit afdeed. Yvonne, die eerder besloot Gordon's boze berichten te negeren, onthulde in haar podcast The Juice Show dat hij haar nu heeft geblokkeerd. Gordon lijkt echter niet te stoppen met zijn zoektocht naar sociale interactie en betrad zelfs de wereld van roddelpraat, waar Yvonne eerder te gast was. Dit leidde tot een gesprek waarin Gordon zijn ongenoegen uitte over haar deelname aan de show. Een ironische wending, gezien zijn recente terugkeer naar hetzelfde platform. Yvonne lijkt echter genoeg te hebben van Gordon's grillige gedrag. Ze deelde haar frustraties over zijn gedrag in de media waarbij ze opmerkte dat hij niet meer likeable is en dat zijn zelfspot volledig verdwenen is. Ze beschrijft hem als iemand die in de slachtofferrol kruipt en voegt eraan toe dat zijn publieke imago steeds minder sympathiek wordt. De situatie werpt de vraag op wat het grootste probleem van Gordon is en volgens Yvonne is het gebrek aan zelfspot en het overmatige zelfmedelijden van de entertainer. Deze wending in het langdurige conflict voegt nog meer intriges toe aan het turbulente medialandschap waar Gorde bekend om staat. De vraag blijft: zal deze breuk blijvend zijn, of zal er ooit een verzoening plaatsvinden tussen deze twee voormalige bondgenoten in de schijnwerpers van de Nederlandse showbusiness?